Het personeel van Grasalco is vandaag na bijkans anderhalve maand weer aan het werk. Dit bevestigt Claudette Etnel, voorzitter bij de Bond van Grasalco, tegenover onze nieuwsdienst. De werknemers van het bedrijf waren sinds begin maart in actie, omdat ze hun salaris over de maand februari nog niet hadden ontvangen. Etnel zegt dat nu zowel de salarissen over de maand februari als maart zijn gestort. De regering had laten weten dat de salarissen van februari middels een lening zouden worden betaald. Etnel weet niet of dat werkelijk is geschied. Want ik weet ook niet of het via die lening is gegaan. Dat weten we nog niet. We hebben nog geen officieel schrijven gehad van hoe of wat. Maar op zich wil ik dat even nog niet eens aankaarten. Voor mij is het belangrijk, is het gegarandeerd dat de mannen hun salarissen nu krijgen. En op tijd natuurlijk. Dus dat is voor mij belangrijk. Van, ga je de salarissen, zijn de salarissen gegarandeerd? Want dat is het allerbelangrijkste. En dan kunnen we kijken van hoe of wat is het een lening, moet het terugbetaald worden? En zo, dat is eigenlijk pakje van de directie aan. Voor mij is het belangrijk de garantie van de werknemers hun salaris. In de komende periode zal de bond zich richten op andere zaken aangaande het personeel. Zo zullen er gesprekken worden gevoerd over de pensioenen van de medewerkers. Er zijn nog achterstallige toelages die betaald moeten worden van de mensen, los van de salarissen, zijn er ook achterstallige toelages. We gaan ons ook richten natuurlijk op de continuïteit van het bedrijf, op de continuïteit van de salarissen. Dat is het belangrijkste, want wil je de productie opvoeren, dan moet je ook zorgen dat de mensen hun salaris op tijd krijgen. En natuurlijk gaan we ook kijken aan de aanpassingen van de tijd als het gaat om eventuele verhogingen of toelages die aangepast moeten worden. Etnel zegt dat de SOR-verzekering van het personeel nu ook wordt betaald door Grasalco. Het is tijd dat de bond samen met de directie van Grasalco gaat kijken naar de toekomst van het bedrijf.